Zo zag Rotterdam er 1000 jaar geleden uit. Cultuurcollege. Het Rotterdam van de 9e eeuw in 1 minuut. Door aanwezigheid van water en rivieren is Zuid-Holland altijd al een cruciale economische en culturele regio geweest. Maar de historie van de provincie kenmerkt zich ook door de eeuwige strijd tegen datzelfde water. De voor- en nadelen van water uit de regio blijken uit diverse archeologische vondsten, zoals kano's uit de ijzertijd, Romeinse handelsschepen, maar ook middeleeuwse dijken en dammen. Precies op de plek van de Markthal in het centrum van Rotterdam lag van de 9e tot en met de 11e eeuw de nederzetting Rotta. Een mooi voorbeeld van een plek die leefde met en ondanks het water. Tijdens opgravingen in 2009, voorafgaande aan de bouw van de Markthal, werden talrijke objecten ontdekt, zoals wapens, gereedschap, sieraden, keukengerei en zelfs 6 woonhuizen die ons heel veel leren over Rotta. De inwoners woonden in houten boerderijen op terpen om zich te beschermen tegen het water, combineerden landbouw met veeteelt en dreven handel voornamelijk via de rivieren. Dat blijkt uit de vondst van lokale en buitenlandse munten en aardewerk uit Frankrijk. Grote overstromingen in de 12e eeuw maakten Rotta onbewoonbaar. En om dit in de toekomst te voorkomen, werd er in 1270 een dam gebouwd. Het begin van het huidige Rotterdam. Bekijk de archeologische vondsten in de Markthal elke dag gratis of bezoek een van de vele andere locaties tijdens de Nationale Archeologiedagen. Wist jij dat de provincie Zuid-Holland uniek is op het gebied van... archeologie, cultuurcollege. De natte, rijke grond van Zuid-Holland in 1 minuut. In natte grond blijven organische materialen supergoed bewaard, omdat er geen zuurstof bij kan komen. Dit maakt Zuid-Holland heel bijzonder voor archeologen. Ze vinden hier voorwerpen in de grond die op andere plekken allang vergaan zijn, zoals deze oudste stoel van Nederland, leren schoenen of deze palen van een Romeinse weg. Wat ook heel goed bewaard blijft in deze natte grond zijn botresten. Dit is het skelet van een hond die ruim 7000 jaar geleden begraven is op de top van een grafheuvel. De hond vervulde waarschijnlijk een onmisbare rol bij de jacht en was een volwaardig lid van de gemeenschap. Daarnaast zijn er deze wereldberoemde zwammerdamschepen. 6 Romeinse handelsschepen van bijna 2000 jaar oud die hun naam danken aan de vindplaats Zwammerdam aan de Rijn. In de tijd van de Romeinen was de rivier een belangrijke handelsweg over het water. Deze vondst is zo uniek dat vergelijkbaar gevonden schepen wereldwijd ook Zwammerdamschepen worden genoemd. Daar mogen we best een beetje trots op zijn. Bezoek een van de vele boeiende archeologische locaties in Zuid-Holland tijdens de Nationale Archeologiedagen. Denk jij bij archeologie ook aan schatzoeken? Cultuurcollege. De archeologische schatten van Zuid-Holland in 1 minuut. In Zuid-Holland zijn ontelbaar veel bijzondere archeologische vondsten gedaan. Wij zetten de 3 beste schatten voor je op een rijtje. We beginnen met deze zeldzame zilveren schaal uit de 7e eeuw. De schaal is versierd met half edelstenen en specifieke dier- en plantmotieven. Die tonen aan dat de schaal helemaal uit het Middellandse zeegebied of zelfs het Midden-Oosten komt. Dat is bijzonder, want er werd lange tijd gedacht dat er in die tijd helemaal geen contact was met zulke verre gebieden. Iets kan ook een schat zijn omdat het grote historische waarde heeft, zoals de ontdekking van dit Romeinse legerkamp bij Valkenburg. Het was bijna 20 hectare groot en huisde zo'n 5000 Romeinse soldaten. Het kamp en andere Romeinse forten die in de buurt zijn gevonden behoren tot de limes. De vroegere grens van het Romeinse Rijk in Nederland die onlangs zelfs de UNESCO werelderfgoedstatus heeft gekregen. We eindigen met een schat die wel uit een sprookje lijkt te komen. Arco Dirksland stuitte in 2018 met zijn metaaldetector op een schat van wel 3000 zilveren munten uit de middeleeuwen. Naast de grote waarde van de munten zijn ze extra bijzonder omdat er aanwijzingen zijn dat ze begraven zijn door niemand minder dan een piraat genaamd Rode Klaas. Hoe vet is dat? Bewonder een van de vele bijzondere archeologische schatten van Zuid-Holland tijdens de Nationale Archeologiedagen.